Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. De verschillen zijn vandaag groot. Boven het zuiden hangen veel wolken en er vallen van tijd tot tijd buien. Richting het noorden heerst nog het zonnige weer. En het de meeste zonneschijn vandaag op de Waddeneilanden en in het noordoosten van het land. Temperaturen lopen daardoor ook uiteen. Vanochtend, dus tijdens de buien, al rond de 20 graden. En vanmiddag, dan kan het in het binnenland gewoon weer 30 tot 33 graden worden. Maar in de gebieden met de buien, vanaf Limburg tot aan Zuid-Holland ongeveer, daar wordt het zo'n 20 tot 25 graden. Vanavond kan een enkele bui ook het midden van het land bereiken, maar waarschijnlijk blijft het daar droog. En zeker droog is het in het noorden van het land, daar blijft het gewoon warm zomerweer. Ook morgen nog hoge temperaturen in een de groot deel van het land, 25 tot 30 graden. Er is kans op een onweersbui, maar heel veel buien verwacht ik niet. In het zuidwesten is het minder warm, daar wordt het 21 graden. Maandag en dinsdag overal droog weer, zonnige perioden en temperaturen die behoorlijk aangenaam zijn, wat mij betreft. Vanaf woensdag komen we onder de 25 graden en neemt de kans op een enkele bui toe. Het extreem hete weer is voorbij.